In de wereld van de entertainmentjournalistiek waarschuwt Marcus den Blanken van het AD dat de mogelijke hereniging tussen Gerard Joling en Gordon Funest kan zijn voor Jolings carrière. De speculaties over een terugkeer van de iconische tv-show Joling en Gordon over de vloer blijken vrijwel onmogelijk door Gordons vertrek bij SBS 6 en de voorzichtige houding van RTL 4-baas Peter van der Vorst. Recente onthullingen door tv-columnisten Angela de Jong en Femmanuel Manuel Venderbos wijzen op kritiek op het vroegere programma, waarbij Venderbos dochter zelfs de term grensoverschrijdend gedoe gebruikte. Den Blanke deelt zijn mening dat Gordon vooral schittert in bijrollen en minder geschikt is als hoofdrolspeler. Angela de Jong benadrukt dat er te veel is gebeurd in het leven van Gordon om hem serieus te nemen in een nieuw televisieprogramma. De focus van de waarschuwing ligt echter op Gerard Joling, die volgens Den Blanke zijn huidige positie moet koesteren. Met een succesvolle deelname aan de mestzinger en de vrijheid om te doen wat hij wil, zou samenwerking met Cordes zijn carrière kunnen ruïneren.